We gaan op pad met oma en Dodo nu. Hé, hey, wat een tijd om te reizen. Ik hoef alleen naar Broek af en toe op te hijsen. Hallo de Survival, welkom bij een nieuwe Survival aflevering. Het gaat een hele leuke aflevering worden, want ik ga nog even verder met mijn geheime kamer. Maar ik ga jullie ook een teaser geven van de parodie die ik aan het schrijven ben. Volgens mij wordt het echt de slechtste parodie ooit. Maar dat maakt me niet uit. Ik zal later even een stukje voor jullie rappen. Ik weet niet echt of je het echt zo kan noemen, maar het is... Ja, het zou erop moeten lijken, maar daarvoor is het een parodie. Je hoeft niet te kunnen zingen, je moet het gewoon doen. Even kijken. Ik ben net doodgegaan, want ik was... Ik moest even iemand typieën, omdat diegene in de andere wereld vast zat. En toen, terwijl ik het aan het schrijven was, kwam er een hele leuke creeper meneer. En die blies mijn hoofd eraf. Dus, dat is niet heel fijn. Maar vandaar dat ik dus even dood ben en dat ik weer al mijn spulletjes kwijt ben. Het is weer zo'n feest, dames en heren, maar dat maakt niet uit. Vind je het nou leuk dat er een nieuwe aflevering is? Doe dan even dat duimpje omhoog. En dan gaan wij gewoon beginnen. Want ik was zo dom vorige keer. Ik was zo dom. Want ik moest gewoon een lever gebruiken. Ik moest gewoon, heel simpel, het was niet moeilijk, een lever. Dus die ga ik deze keer gebruiken. Want ja, dat was echt... Ik kon mezelf al voor mijn kop slaan. Ook na de aflevering dacht ik van... Hoe had ik het nou kunnen doen? Dacht ik, oh my god. Een lever of een lever. Dus ja, dat was een beetje het geval. Het probleempje. Maar die kunnen wij gewoon maken. Dus eigenlijk is helemaal geen probleem. Even kijken. We hebben dus alleen stone nodig. En een stokje. Een stone en een stokje. Stone en een stokje. En we hebben een... Oké, moet het dan met een ander soort steen? Nee, toch? Oh, hij moet erboven? Oh. Oké, nou dan weet je dat ook weer, toch? Even kijken. Dan gooien we... Ja, we gooien het ei wel eventjes weg. Dan gaan we dit terugleggen. Want we moeten natuurlijk wel gebruik maken van het feit dat wij een schatkamer hebben. En dat komt trouwens ook terug in de parodie, jongens. Het gaat wel deels over de survival zijn. Er gaan wat leuke aspecten van de survival in terugkomen. Maar ook gewoon een paar domme grapjes. Dus ik ben zo benieuwd wat jullie van gaan vinden. Ik weet ook niet wanneer ik hem online kan gooien of dat hij überhaupt uitkomt. Misschien is het wel zo slecht dat ik uiteindelijk toch denk van... Maar misschien moeten we het niet doen. Maar dat gaan we allemaal wel zien. Dat mogen jullie trouwens dan beoordelen. Moeten jullie zeggen of ik een volwaardige parodie ervan moet maken? Of dat ik het gewoon eventjes moet laten. En het is wel goed zo, Wouter. Dat kan natuurlijk ook. Deze moet hierin. En dan hebben we hier hout ergens. Waar is het hout? Daar is de hout. Hupsakee, die donderen we gewoon lekker in. En hier hebben wij kobbel. Great, great, great. Dan moeten we het water gaan vullen. En we moeten dan dus dat water gaan plaatsen. En ik heb toch die kobbel nodig, denk ik. Ik moest even nadenken. Want die kobbel heb ik straks gewoon natuurlijk nodig om weer omlaag te kunnen. Dus ja, vandaar. En de site heb ik. En, oh, ik heb ook hout nodig. Want dan kan ik allemaal... kan ik van die trappen naar beneden maken. Dat is heel handig. En hier hebben we één ladder. Even kijken. Chuk, chuk, chuk. Chuk, 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 chuk. We pakken wel gewoon deze. Hupsakee. En dan maken we daar dit van. En dan moeten we daar volgens mij stokjes van maken. Als ik het goed heb. Maar ik weet niet of ik alles moet gebruiken voor stokjes. Dus ik maak gewoon zo. Ho. Oh. Chuk, 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 chuk. En we hebben stokjes. Jullie zeiden trouwens dat ik control moest doen. En dan kon ik het uit mijn inventory doen. Maar dat werkt bij mij helemaal niet. Of moet ik control Q? Ah. Control Q. Oh, dat is wat chill. Dat is wat chill. Nice. Dan hebben we weer iets geleerd. Even kijken. Kobbel voor naar beneden. Dit en dat. Even kijken. Spruce hebben we. Volgens mij hebben we wel redelijk alles. Kobbel. Water hebben we. We hebben een
stone pickaxe. En, oh ja, de dingen waren we mee bezig. Ja, ik weet alleen niet hoe je die dus maakt. Misschien gewoon zo? Nee. Blijkbaar niet. Zo dan. Zo? Ook niet. Hoe de heck maak ik stairs? Wat zijn stairs? Die zitten zo aan de zijkant of zit dat juist in het midden? Wie weet werkt dit wel. Oh. Moeten we deze weg doen? Zo? Oké. We gaan het even opzoeken, dames en heren. Want wij weten gewoon helemaal niet. Stairs recipe Minecraft. Nee, niet die stairs. Ik bedoel... hoe heet het nou? Een ladder dan. Ik bedoel een ladder. Ladder. Ja. Ah, oké, ik zie hem al. Ik zie hem al. Even kijken. Wij doen zo. Yes, dat is hem. Lekker hoor. Nou, dan doen we dat gewoon lekker een aantal keer. Hupsakee. Hupsakee. Alright. We hebben dus 18 ladders. Gaat dat genoeg zijn? We hebben backup, dus dat zal vast wel goed komen. One hole. Oké. Oh, we hebben hier nog wat iron. Die donderen we wel meteen erin. Zo, en dan doen we het hierin. You ready your sword? I ready my sword. Oké. Ik denk dat we alles hebben. We gaan gewoon lekker op pad en we zien het allemaal wel. En ik hoor wel de hele tijd een zombie. Daar. Nee. Daar. Ja. Oh, nu komt hij naar de andere kant. Daar. Ja, toch daar. Het is een magische zombie. Boom. Boom. En doe ik... You ready your sword? Bam. Dat deed damage. Lekker hoor. We moeten toch dat allemaal een beetje gaan verlichten. Want het is een beetje vervelend dat we telkens die zombies daar hebben. Is niet heel fijn allemaal. Kijk, we gaan gewoon lekker naar ons stekje toe. Boep. Hupsakee, over de heg heen. En dan gaan we de lever even testen. Want wat zou dat toch fijn zijn, dames en heren, als dat gewoon werkt. Wat zou dat fijn zijn. En ondertussen worden beschoten. Donderop, skeleton. Vervelende skeleton. Auw! Oh my god, seriously? In mijn rug nog? Ah... Oh. Ik wil niet nog een keer doodgaan. Dat zou echt heel naar zijn. Yo! Schutter. Sluipschutter. Ik pak je. Oké. We hebben dus hier hebben we nu een button. Die mag weg. En ja, we moeten dus een lever ergens gaan plaatsen. Zodat... zodat die dingen dus aan blijven. De vraag is waar... Want we moeten het eigenlijk hierachter hebben of zo. Zoiets. Kunnen we daar niet een schilderij voor plaatsen? Nee, wacht even. Dan denk je van, een schilderij. Nee. Dit werkt niet. Want je ziet het ook gewoon. Dat is niet handig. Hupsakee. Even kijken. Wat zat daar? Iets van andesite of zo. Of nee, ja, ik doe wel gewoon aan de side. YOLO, maakt me allemaal niet uit. Maar hij werkt in ieder geval wel. Kijk, als ik hem gewoon dicht doe, dan blijft hij ook gewoon dicht. Dat is heel fijn. Dat is precies wat we nodig hadden. En ja, die hebben we eigenlijk niet meer nodig. Ik zal die wel even weghalen. Zo, dat kunnen we meteen dichtmaken. Dan kunnen mensen niet naar binnen. Hupsakee. Er kan niemand meer langskomen. Even kijken. Dus ja, we moeten nu gewoon naar beneden. Zou ik dat overleven? Oh shit, nee. Ik moet eerst nog water halen natuurlijk. Eindelijk. Hij onthoudt het gewoon. Pardon. 1 water, 2 water, 3 water. Hupsakee. En ik ga gewoon... Weet je wat? Ja, overleef ik dat? Ik denk het haast wel.
Ik ga gewoon onder mij het water spammen en dan moet het wel goed gaan. En anders ben ik de Sjaak en dan ben ik heel boos. Ben ik echt heel boos. Oké, let's go in 3, 2, 1. Wow! Oh my god, dat was zo close. Dat was zo close. En nu ga ik hem iets dieper maken. Zo, dan hebben we in ieder geval genoeg water. Nice hoor. Nice, nice, nice. En dan gaan we hier het omhoog. Oh. Zo. Ah, hij moet echt helemaal aan elkaar. Oké. Oh my god. En we hebben niet genoeg omdat ik aan die kant heb geplaatst. Hoe dan? What the heck? En we gaan naar beneden. Nice. En we gaan hierheen. We gaan hierheen. Dan hebben we als goed is wel genoeg. Ik vond het al zo raar dat ik twee keer die dingen hoorde. Het was zo onlogisch. Zo. En doen we dus 1. Oh. Ja, moet ik het wel kunnen plaatsen. Zo. Zo. Oh, en daar ging een creeper. En dan hebben we het gewoon. Er zit daar nog wel eentje. Dan moeten we alleen hier even dit weghakken. Zo. Oké, toppie. We kunnen dus in ieder geval weer omhoog. We moeten alleen deze nog weghalen. Hupsakee. Nice. En we springen naar beneden. Alright. Lekker. We kunnen gewoon lekker snel naar beneden. En we hebben alle water en noem maar op. We gaan hier even toortjes plaatsen, want ik zie het wel gebeuren dat we volgende keer gewoon vol worden opgeblazen door een creeper. En dan denk ik dat het tijd is dat ik mij ga voorbereiden op het parodie optreden. Dit is toch een optreden voor een paar duizend man, hè. Moeten jullie niet vergeten. Jullie denken gewoon dat ik in mijn kamertje zit te zingen. Ja, het is niet zingen. Alles wat ik zeg of doe is zo vals als de pest. Dus het is geen zingen. Dat ga ik ook niet proberen. Maar ik ben heel benieuwd wat jullie van gaan vinden. Want het is een nummer. Dat ga ik je vertellen. Over survivalen. En dat het eigenlijk allemaal fout gaat. Omdat ik geen hout heb. En op een gegeven moment is er dan een plek. Dit is een beetje de achtergrondinformatie in het begin van het nummer. Oh my god. Waar ik hout kan ruilen tegen iets. En waar kan ik het tegen ruilen? Tegen een oudje. Dus een oude senioren persoon. Ja, vraag me niet hoe ik erop kwam. Maar je kan dus hout. Of je kan. Oh my god. Oh my god. Oké, volgens mij heb ik het gefixt. Je kan dus gewoon een oma of een opa inruilen voor wat hout. Dat is super praktisch, want als je geen hout hebt, ja, dan kan je helemaal niets. En je hoeft dus alleen maar iemand in te ruilen. Dus het stukje in het nummer ben ik eigenlijk. Oh my god, nog meer water. Donder op, man. Dat is echt zo onhandig. Het stukje in het nummer is eigenlijk waar ik een senior bestel online. En dat ik daarmee op avontuur ga naar de plek waar je het kan inleveren. Dat is heel simpel gezegd. Jullie denken waarschijnlijk van, what the fuck, Wouter? Waar gaat het allemaal over? Hopelijk maakt het ooit sens. Maar daarvoor heb ik... Ta-ta-da-da, een stukje. Dit is net na het... Nee, niet na het refrein. Het is trouwens op een nummer van Ronnie Klein... Of Ronnie Klein, what? Ronnie Flex en Lil Klein. Hoe heet het nummer ook weer? Niet omdat het moet, maar omdat het kan. En hier komt hij, jongens. Ik zal hem wel even hier neerzetten, dat is iets leuker. Dan kijk ik iets meer in de camera. Shit, waar is de tekst? Oké, komt hij. Ik heb een oudje nu hier ingehuurd. Voor vieren besteld, is morgen verstuurd. En alle mensen kijken nu zo verzuurd. We gaan op pad met oma en Dodo nu. Hey, wat een tijd om te reizen. Ik hoef alleen naar Broek af en toe op te hijsen. Alright, dat is het enige wat je gaat krijgen. Ik ben heel benieuwd. Wat vinden jullie ervan? Vind je dat ik daar een volwaardige parodie van moet maken? Of heb je zoiets van, Wouter, dit is zo weird.
doe het gewoon niet. Laat het even weten. Ik ben heel benieuwd. Want anders zou ik er gewoon aan gaan werken. En dan brengen we hem gewoon uit. Zoals je weet, dat doen wij. We brengen al die sizzle uit. Maar ja, laat het dus even weten. Ik ben heel benieuwd. Ik ga nog niet de rest van het nummer laten horen. Ik heb al wel alles geschreven namelijk. Alleen ja, daadwerkelijk inzingen en het mixen. Dat duurt ook nog wel eventjes qua tijd. Maar het zou wel leuk zijn, denk ik. Ik vind het wel altijd leuk om parodieën te maken. Ook terwijl ik dit schreef, had ik gewoon zoveel lol. Ik lag helemaal dubbel over wat ik zelf schreef. En misschien is dat ook weer een beetje triest, dat weet ik niet. Maar het is in ieder geval grappig. Toch? En daar gaat het om. Zo, wij maken die. Dan maken we nog even een pickaxe. En dan maken we hem iets dieper. Want 3 hoog is denk ik wel wat toffer dan 2 hoog. Dan heb je gewoon net meer het gevoel dat je iets meer ruimte hebt. Dus ja. Pam pararam, pam pam param. En we moeten wel een mooi kleedje gaan neerleggen. Ik denk dat we gewoon lekker een zwart kleedje kunnen neerplonsen. Het staat altijd wel goed. En dan zie je ook al die dingen eronder niet meer. Dat is wel fijn. Ondertussen gaat ons mining wel goed. We zijn level 16 alweer. Welk level zijn we in totaal? MC stats. We zijn bijna level 100. De droom. De droom, dames en heren. Level 100 is wel hoog hoor. Zo. En zo. En dan kunnen we straks weer omhoog. Omhoog. Gaan we wat schaapjes pakken. Schaapje. Of nou, als het goed is, hebben we nog wel hol. Hol. Wol. Ik las ho in de chat. Dus dan zeg ik opeens hol. Logica. Logica van Wouter, dames en heren. Het is wel trouwens leuk, want ik ben over een paar dagen ben ik jarig. Voor de mensen die het niet wisten, ik ben op 21 mei ben ik jarig. Dus gaan we lekker vieren. Ik denk dat is aanstaande zaterdag? Ik denk het wel. Dus wat is dat, 5 dagen? I don't know. Hoeveelste is het nu? Mobiel, hoeveelste is het nu? Het is nu de 18e. Oh wow, dat is nog 3 dagen. Damn, dan word ik alweer oud. Oud, oud, oud. En waarom mist hier een blokje? Dat moet een Enderman geweest zijn. Stomme Enderman, weather clear. Hupsakee. Weg met dat weer. Ik doe slash clear. Ja, ik ben echt een rapper. Ik weet het. Rapper Dede. We hadden nodig wol. Hier is wol. Is dat genoeg wol? Dat is de vraag, hè? Dat is de vraag van het leven. Ja, ik denk eigenlijk dat dat wel genoeg gaat zijn. Nou, nu ik zo kijk. Nu ik het een beetje zo inschat en kijk, denk ik het niet. Dus moeten we even een scissor maken. Scissor. Even kijken, hebben we die niet meer? Jawel, shears, hupsakee. Lekker. We nemen die gewoon mee naar beneden. Open, dicht. Nice. En we nemen wat eten. Zal ik nou echt met die vissen slaan? Rare praktijken. Ga niet naar buiten. Zo. Woo! Ja, ik zie je, Spinny. Het is zo oneerlijk, want jij kan waarschijnlijk door alle schapen heen lopen. Dat is niet eerlijk. Maar ik heb nu in ieder geval mijn wol. En dan ga ik meteen eruit. Yo, waar is de uitgang? Nice. Oh my god, Spinny. Ja, echt verschrikkelijk. Bam. Bam. Hoeveel hebben we nu? 62. Oh, lekker hoor, Wouter. En even met een speed boostje op snelheid terug. Heerlijk. Heerlijk. Hup. Bam. Oh, nu doe ik dus area damage ofzo. Oké, nice. Jeetje, wat zijn er veel skeletons. Het is echt wel gevaarlijk hier, hoor. Mensen gaan hier ook superveel dood. Eigenlijk moeten we doen dat als je doodgaat, dat je dan gewoon alles kwijt bent of zo. Nee, dat zou niet leuk zijn. Het zou wel spannend zijn, maar niet leuk. Zo, en ik doe snel de lever dicht. Hupsakee. Lekker. En dan eten wij wat vis. En dan springen wij, hupsakee, naar beneden. Dan gaan we het tapijtje leggen. Want dat is hoe wij rollen. Dus we maken hier een tapijtje van. Zo. En dan gaan we die gewoon even leggen. Of
kijk, het maakt toch niet uit. Niemand ziet dat hieronder allemaal stenen ligt. Dat weet niemand. Een paar duizend man weet het, maar voor de rest niemand. We krijgen ondertussen een Snapchat binnen. Snapchat, all on the floor. Snapchat, give me some more. Snapchat, na-na-na-na. Oké. Zo. Hupsakeetje. Gaat goed hoor. Maar we hadden inderdaad echt niet genoeg gehad. Want het is nog best groot geworden allemaal. En ik denk dat het wel leuk is als we de zijkanten dan van hout gaan maken of zo. Dat je echt een idee hebt van, oh, dit is echt zo'n leuk kamertje. Oh, zo'n leuk studentenkamertje. Oh, zo leuk. Zo leuk. Alright. Het begint al een beetje ergens op te lijken. Vinden jullie het nou ook tof? Vergeet dan niet dat duimpje omhoog te doen. Laat me weten. Moet ik die parodie maken? Het lijkt me heel dope. Maar wie weet vinden jullie het ook helemaal niet. Laat het dus even achter in de comments. Vergeet zeker niet te abonneren als je het nog niet gedaan hebt. Want elke dag om 7 uur 's ochtends en om 5 uur 's middags komt een nieuwe video online. En dan zie ik je heel graag volgende keer bij een nieuwe video. Tot volgende keer mensen. Tja. Alle miners zeggen ja tegen die en ja. Je swingt met je ex en dan is het raak. Niet stoppen voor het goud, maar recht naar de ja. Mijn paard komt kijken hoe het nu met me gaat. Hey paard.